Stop! Kijk deze film alleen als je eerst de opgave hebt geprobeerd te maken. Opgave 37. Voor de temperatuurstraling die op een oppervlak van een voorwerp uitzendt, geldt de wet van Stefan Boltzmann. En die luidt P is sigma A mal T tot de vierde. P is het uitgestraalde vermogen in watt. Sigma is de constante van Stefan Boltzmann, zie Binas tabel 7a. A is de oppervlakte van het stralende voorwerp in vierkante meter. En T is de absolute temperatuur van het voorwerp en die is uiteraard in Kelvin. Onderdeel A. Laat zien dat uit deze formule blijkt dat sigma inderdaad de eenheid heeft die in Binas is vermeld. Nou, laten we die eenheid maar eens gaan afleiden dan. Eerst even die formule ombouwen tot sigma is. Sigma is dan de maal A en de maal T tot de vierde gaan naar de andere kant, worden dus delen door. Dus sigma is P gedeeld door A maal T tot de vierde. Nou, wat je met de grootheden doet, moet je met de eenheden ook doen. Dus de eenheid van sigma, die is dus gelijk aan de watt gedeeld door vierkante meter gedeeld en dat ook delen door Kelvin tot de vierde. Ja, en dan heb je natuurlijk de aanstalt om dat verder te gaan herleiden. Tot grondeenheden bijvoorbeeld. Maar als je in Binas kijkt, dan zie je dat hier de gegeven eenheid uit Binas al staat. Dus we zijn er al. Quod erat demonstrandum, QED. In tabel 32c van Binas staan gegevens van de zon, zoals de straal en het uitgestraald vermogen. Onderdeel B. Bereken met deze gegevens de absolute temperatuur van de zon. Bereken met deze gegevens de absolute temperatuur van de oppervlakte van de zon. Ja, nou moeten we eerst de oppervlakte van de zon hebben natuurlijk. Die is gelijk aan 4pi tot de derde als we de zon als een bol beschouwen. En dat mogen we. De R staat in de Binas. Ja, dan komen we uit. Dan kunnen we gewoon verder invullen. Hè. De sigma komt ook uit Binas, tabel 7. Temperatuur. Oh nee, die moeten we berekenen. Maar de P staat wel in de Binas. En nou, dan is het kwestie van deze invullen. Hè. De vierde machtswortel uit P gedeeld door sigma maal A. Want nu moeten we de sigma en de A, die staan als vermenigvuldigde met, naar de andere kant brengen. En tegenovergestelde van de vierde macht is de vierde machtswortel. Invullen en uitrekenen. In een heldere winternacht staat een auto bij 0 graden Celsius, en dat is 273 Kelvin, gedurende een tijd van 10 uur, en dat is 3,6 x 10 macht 4 seconden, buiten. Het dak van de auto straalt warmte uit, maar koelt niet af omdat waterdamp op het dak sublimeert tot ijs. C. Bereken hoe dik de ijslaag na 10 uur kan zijn. We gaan er even vanuit dat hij gewoon alleen maar blijft aangroeien, niet tussendoor nog een beetje afsmelt. Waar hebben we mee te maken? Nou, eerst moeten we maar eens eventjes dat uitgestraald vermogen nemen. Dus dat vermogen P0, wat hij dus uitstraalt bij 0 graden Celsius, is dan gelijk aan sigma maal de oppervlakte van het ijs maal T tot de vierde. De temperatuur van 0 graden Celsius is 273 Kelvin tot de vierde macht. We hebben alleen die A ijs niet, maar dat is ook niet zo heel erg nodig, want die kunnen we namelijk gewoon kiezen. Hij gaat namelijk zometeen, als we verderop zijn, er weer uitvallen, zal je zometeen zien. Dus het maakt niet uit welke we invullen, de A wordt toch weer verrekend door als we uiteindelijk de dikte gaan berekenen. Nou, dan weten wij dus het vermogen waarmee de warmte wordt uitgestraald. Daarmee kunnen we, gezien de tijd bekend is, de totale hoeveelheid warmte die wordt uitgestraald in die 10 uur berekenen, als zijnde dat vermogen maal de tijd. Ja, en dan moeten we toch even iets corrigeren. Het uitwerkingboek slaat de plank even heel erg mis. Want ja, de sublimatiewarmte is alleen maar gelijk aan de smeltwarmte plus de verdampingswarmte. In dit geval eigenlijk de stolwarmte en de condensatiewarmte. We gaan in één keer van het gas naar vaste stof. In het antwoordboek gaan ze dan nog eens even een keer de soortelijke warmte van 100 graden bij optellen.
Maar deze waterdamp is helemaal niet aan het afkoelen. Er hangt geen kokend water in de lucht. En als die condenseert, eerst condenseert en dan zou stollen, gaat die ook niet nog even die 100 graden afkoelen. Dus dat stuk hoort er niet in. Het is alleen maar dit stuk. We weten de warmte, we weten de sublimatiewarmte, dus kunnen we de massa van het ijs berekenen. Dit is die formule Q is M mal L, hè, de fasewarmte. Alleen gaan we hier in één keer, doen we eigenlijk twee fasen in één keer. De massa van het ijs die op de auto gaat sublimeren, is de hoeveelheid uitgestraalde warmte gedeeld door de sublimatiewarmte. Want bij het sublimeren, rijpen moeten we eigenlijk zeggen, komt de warmte vrij. En dat is precies de warmte die dus de auto, of moet er, ja, komt de warmte vrij. Dat is precies dus die auto die auto uitstraalt. Dan gaan we in tabel 10 eventjes zoeken. In de BINAS. Daar vinden we de dichtheid van ijs. Daarmee kunnen we de hoeveelheid, het volume van het afgezette ijs gaan berekenen. Namelijk V is gelijk aan de massa gedeeld door de dichtheid. En wat dan nog rest is die dikte van de ijslaag berekenen. Door het berekend volume weer te delen door die eerder gekozen oppervlakte. En hier valt dus, zoals eerder gezegd, die oppervlakte weer uit de berekening weg. En maakt het dus niet uit met welke oppervlakte we bij onderdeel C direct bij die eerste formule begonnen zijn. Nou. De formule van Stefan Boltzmann geldt ook voor het door straling ontvangen vermogen. Voor A moet je dan de oppervlakte van het ontvangende voorwerp invullen. En voor T de omgevingstemperatuur. Schat hoeveel warmte je lichaam per seconde per saldo door straling kwijt zou raken als je je naakt in een ruimte van 20 graden Celsius zou bevinden. Nou, dat klinkt niet aangenaam. Hoewel 20 kan, het kan erger. Als je bij die 0 graden zou gaan lopen. Maar dat is toch de opgave niet. Onderdeel D. We gaan uit van een kamertemperatuur. Zullen we maar even naar binnen doen, hè? Kamer. Van 20 graden Celsius. En dat is 293 Kelvin. Dan ga je invullen. Nou, zoveel vermogen wordt dus ingestraald op je lichaam. Sigma maal de A van je lichaam. En dat staat in de opgave schat. Nou, dat is dus hetgeen wat je moet schatten. Hè? En denk er even aan. Je hebt een voorkant, een achterkant en een zijkant. En dat moet je allemaal bij elkaar optellen. Maal dus die kamertemperatuur tot de vierde macht. Gaan we ook nog kijken naar het uitgestraald vermogen. Ja, dan zit je aan sigma maal de oppervlakte van je lichaam, diezelfde A-lichaam, maal de lichaamstemperatuur tot de vierde macht. Nou, neem daar maar even 37 graden Celsius voor. En dat is dan gelijk aan 310 Kelvin. En dat moet je tot de vierde macht doen. En het gevraagde hoeveelheid warmte die je per seconde kwijtraakt. Warmte per seconde, dat is ook gewoon een vermogen. Dus het vermogen wat je uitstraalt is dan het uitgestraald vermogen min het inkomend vermogen. Dat is de hoeveelheid warmte die je kwijtraakt. En dat is opgave 37.